Goedemorgen guys, het is vandaag woensdag en het is 11 uur en wij gaan nu onderweg naar Schiphol, want we gaan naar Dubai. Ik weet niet waar dit is, maar de koffers staan hier al klaar. We gaan echt 6 dagen en kijken wat we allemaal mee hebben. Best wel erg. Die! Ja, ik heb veel mee, jij niet. Waar ben je? Ik ben aan het vloggen. Heb je er zin in? Nee. 7 dagen met mij alleen op vakantie. Voor de eerste keer, misschien ook wel de laatste. Nou, dat is toch niet? Maar. Hij valt bijna. Bijna is hij gevallen. Heb je er zin in? Ja, schatje, stop nou even. Hij is moe, want hij ging om 6 uur slapen, want meneer wilde de hele nacht gamen. En dan krijg je dat. Ik ben gewoon fris en fruitig. Ik ging lekker op tijd naar bed. Nou, ja, waar kan ik dit doen? Tot zo, die? Ja, tot zo, hè. Nou, jongens, we zijn aangekomen op Schiphol en al door de security heen, want het was super rustig. Zelfs wat chill. En nu gaan we even eten, denk ik. En drinken, lekker. Lekker gegeten, joh. Ja, maar 1 klein broodje, hè. Nee, joh. Zo. Jongens, we zitten, we zijn veel te vroeg. Oh. We zitten even, ik heb lekker Fudrans en die heeft iced tea en ik heb lekker kroket en Dion heeft een pannenkoek. En het is nu 1:50 en nu laat het voor 2:30. Dus nog 2 uur wachten. Ah, tja, zomaar ben ik. Ik kon langer, veel langer slapen. Ja, ik hou er gewoon van om op tijd te komen. Dit is belachelijk. Ik zeg nog tegen je mat van mijn werk bij Schiphol, hij gaat me melden. Nee, 11 uur. Dus nu zijn we super op tijd. Kruis is lekker. Dion is de pannenkoekenbakker van onze familie en hij heeft nu pannenkoeken die echt niet lekker is. Ik ga lekker broodje kroket eten. Nou jongens, dit is het eerste shot in Dubai. En kijk hoe schattig. Dit heeft die gewoon gedaan. Want wij gaan een jaar vandaag. En er stonden allemaal kaarsjes, hartjes hier. En een cocktail stond er klaar. Hij is hier erg geblazen. Ja. Zo lief die. En nu ga ik mijn cadeautje geven. Je moet eerst dit. Nou, oké, doe eerst maar dit. Jezus, een heel boekje. Ah, schatje, je hebt er echt heel veel moeite in gestoken. Dat vind ik echt jaren, dat vind ik echt heel lief. Wow, wat is dit? Ik weet niet waar hij staat. Dubai Airport. Hey, we zijn net geland. Dit is gewoon onze trip helemaal. Gewoon ons hele jaar. Leuk, hè? Je kan er later nog. Echt? Nee, je moet het wel afmaken. Wat is dit? Heb je dit allemaal? Nee, kijk eens wat er staat. Wat? We gaan naar Londen! Ja! Nee, een weekend! En weet je met wie? En Donnie en Mila zeker. Nou, gezellig. Leuk, hè? 16 tot 18 december. Oh, heerlijk. Nou, wist je dat echt niet? Nee, schat. Schat, ontzettend bedankt. Dat heb ik ook nog wat. Hey, hij is wel een beetje, groot. Oh mijn god. Ah. Zo schattig, die. Oh, dit vind ik zo leuk. Kan ik het openmaken of is het heel schoon? Ja, openmaken. En dan krijg ik het straks meer goed mee naar Nederland. Ja, je kan alleen dit even erover. Dit eraf halen. Nou jongens, het is toch zo lief. Echt. En ik heb super schattig dit gekregen van die. En ik had een fotoboekje gemaakt. En een lekkere cocktail. En our next trip is al volgende maand, die. Ja, gaat snel. We gaan naar Londen met Donato en Mila. Nou jongens, ik word wakker gebeld.
Maar wel voor een ontbijt op bed. Dus het lijkt wel een heel, heel buffet. Kijk nou, cute. Jesus. Echt wat een kutcamera. Goedemorgen, guys. We zijn wakker geworden en met een ontbijt op bed. Heel lekker, dat hebben jullie volgens mij net al gezien. En nu ben ik me eventjes een beetje aan het opmaken. Ik heb even gedoucht. En ik heb een jurkje aangetrokken. Heel schattig. Kijk. Met gewoon van die bloemetjes en goud. Zit erop van die details. Echt super, oh mijn god, echt super schattig. Ik heb gewoon slippertjes erbij. En we gaan even naar de mall. We gaan nu naar de Mall of the Emirates. Ik weet niet precies wat het verschil is tussen die twee. En het Dubai Mall, volgens mij is het Dubai Mall de grootste mall van de wereld. En de Mall of the Emirates niet. maar ik weet niet precies wat het verschil is daartussen. Dan gaan we even kijken, gewoon een beetje kijken wat hier allemaal is. En in de avond gaan we een drankje doen met Bel en Bauke. En daarna gaan we eten bij de Burj Khalifa. Dus dat is ook heel leuk. Die gaat het goed? Zeg even iets op de vlog. Het is erg als ik het nu even niet doe als ik op de wc zit. Oké, jongens, we zijn helemaal klaargemaakt. Die is ook klaar. En ik neem mijn camera heel even niet mee naar de man. Want ik weet niet of hier. Nou, sorry. Kijk even die camera. Ik word helemaal uit. Hij staat de hele tijd niet scherp. Maar oké, we hebben ons aangekleed. Die ziet er echt heel leuk uit. Cute. En dan zeg je dankjewel. En we gaan nu even naar de mall. Doei. Oké, we zijn terug. En we hebben wel iets geshopt. Niet heel veel. Alleen bij Zara ook. Ik maar aan het werk. En deze man ligt alleen maar te slapen. Hij is moe. Je lacht. Een nep. Oké. Goed zo. Ga jij maar slapen. En ik moet wat content maken. Dus ik heb nu... mijn content voor Captain and Son af. En ik ga nu eventjes snel een TikTok maken voor Maybelline. En ondertussen ga ik me gelijk klaarmaken voor. Want ik moet daar een make-up look voor doen. Dus dan heb ik me ook gelijk klaargemaakt. En ga ik even me omkleden. Want we hebben met Bel en Bauke afgesproken om een drankje te doen. En daarna gaan we lekker uit eten bij de Burj Khalifa. Daar in de buurt. Dus dat is ook wel leuk. En dan gaan we een leuk fotootje maken. Want die en ik zijn natuurlijk een jaartje samen vandaag. Dus dat is wat we gaan doen. En ik ga eventjes die campagne voor Maybelline opnemen. Welkom bij de vlog, jongens. Hij is niet scherp weer. Ja, nou, ik heb dus in de mall. Hij is niet scherp, maar in ieder geval. Ja. We zijn hier met Belly. Het telt niet scherp. Het telt niet scherp. Nu wel. Hey. Ja. We zijn bij de Burj Khalifa. Daar hebben we Working Girl. Working Girl. Ja. En de boots. Zet hem even helemaal erop, lukt dat? Ja, gaat wel. Maar is wel hoog. Ik heb zo haar. Cheeks. Nou, lachen. We hebben echt een heel mooi uitzicht op de Burj Khalifa. En we zouden eerst daar zitten. En nu hebben we dit tafeltje gekregen. Dus dat is echt top. En we gaan lekker Italiaans eten. En hier komt straks een fonteintje over. Oh my god, guys, ik heb truffelpasta, zo lekker. En die heeft met lobster. Eet smakelijk. Ah, die jongens, hij voelt deze tune. Zing dan. Dit is de zesde show die we zien. Oh mijn god, guys. Kijk, dit is... Zijn dit piranha's allemaal? Kijk, dit is een mega aquarium. Oh, kijk, hier heb je heel veel. Dat zijn geen piranha's. Ik weet niet wat dit is, maar... Er zitten echt haaien, vissen... Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar het is echt een mega aquarium midden in de mall. Goedemorgen, guys. Het is vandaag vrijdag en ik ben wakker geworden. Ik heb gedoucht. Ik ga nu een klein beetje make-up doen. Ik heb echt een mega pruk op mijn hoofd.
Maar ik heb het hier echt een beetje te warm, vind ik. Ik heb nu dit topje aan van Most Wanted met een pantalon van Most Wanted, slippertjes en ook een tasje van Most Wanted. Nou, die is ook wakker. Die heeft het heel lastig. Gaat het? we gaan heel snel naar de mall wat dingetjes halen en vandaag gaan we op safari, jeep safari in de duinen, in de woestijn. Dus dat is leuk. Ik neem jullie gezellig mee. Nou, die en ik zijn heel veel aan het ontbijten slash lunchen. Die heeft een lekkere pick me up, Iron Man, hè, heb je hem, van Jonah Juice. En we hebben allebei een Joe's Club en ik heb een ice caramel latte voor Nova. En we gaan zo terug naar het hotel. Nou, ik word helemaal uit in de kamer. We gaan zo terug naar het hotel en dan worden we opgehaald voor de desert tour. Ik ben terug in de hotelkamer en ik heb even dit hemdje gekocht. Want dan kan ik mijn blouse er zo overheen doen. En als het echt heel warm is, kan ik gewoon even dit hemdje aandoen. Want we gaan zo naar de woestijn. En we hebben dus van die doeken gekocht wat je in je op je hoofd moet zetten. En tegen de wind en tegen het zand. Dus die hebben we. En nu pak ik even mijn tasje in. Ik neem deze denk ik mee van Naked. Ga ik even mijn waaier, powerbank, portemonnee en zo in doen. En dan worden we over een half uurtje opgehaald. Ja, zie je niet vast. Oké guys, we hebben net de quadtour gehad. Aan het begin dacht ik echt, oh mijn god, als we dit een uur moeten doen. Maar we gingen ook stoppen en foto's maken. Het was super mooi, want het was ook zonsondergang. Dus je ziet het nu al een beetje, de lucht is nu al steeds minder. En we gaan nu weer in deze auto. Net zaten we hier ook een off-road route in. Dus dat was ook wel vet, dat hebben jullie al gezien. En nu gaan we eten, als het goed is ergens. Oké guys, we hebben net de quadtour gedaan en we zijn nu bij een soort show. We hebben eten gekregen. En hier komt een soort belly dance show. En daar kan je henna doen. Er is echt van alles hier. Dat is wel leuk. Hey Noah, wat ontzettend leuk dat wij hier samen zijn. En I love you. Doei! Ja, ik ben lekker mais aan het halen en ik spreek dit bericht in. Ik hou van je en hoop op nog heel veel jaren. Jongens, lekkere barbecue. Ik weet niet wat het is, maar eet smakelijk. Dit is een marina en achter, ik denk dat de boot het daar in gaat. Goedemorgen guys, het is vandaag zaterdag en de dag van de kwalificatie. Wij gaan eerst nu eventjes naar de Burj Khalifa en we gaan naar de 124e verdieping volgens mij. En ik heb me even klaargemaakt. Ik heb dit blouseje aan van Peek & Cloppenburg. Mijn chagrinstasje, een spijkerbroekje, mijn New Balance, dit zonnebril. Heb je alles die? Wat heb jij aan? Leuk, blouseje, broekje, New Balance. We hebben een beetje haast. Ja. Die powerbank doen we mee. We moeten naar Abu Dhabi vandaag. En dat is echt een uur met de taxi, als het niet langer is. Kijk hoe mooi, guys. We zijn op de 124e verdieping van de Burj Khalifa. Kijk hoe vet het uitzicht. Het is wel heel druk met mensen hier, maar wel heel mooi uitzicht. Jongens, we zijn aangekomen op het circuit. Ja, dat we hier onderdoor moeten en dan kunnen we naar de hill. Ja, Dubai Hill. Hierachter is het circuit. Echt lijp, hè? Ja. Vind je het leuk dat we er zijn? Ja. Ik ook, ik ben echt heel benieuwd. Het gaat over een 20 minuten beginnen, dus we zijn net op tijd. Niet de race. Nee, de kwalificatie toch? Ja.
Nee, de kwalificatie gaat even 20 minuten beginnen. Want vandaag is zaterdag. En morgen gaan we dus al veel eerder hierheen. Hoe laat begint de race dan morgen? 4 uur of zo. 4 uur. En dan zijn we hier wel rond 12. Ja. Nou jongens, we zitten echt met een hele mooie view. Lekker carpaccio, brood. Super cute. My best view. Oh jongens, deze pizza ziet er zo lekker uit. Eet smakelijk. Deze view, echt zo mooi. Goedemorgen guys, het is vandaag zondag en het is race day. We gaan weer naar Abu Dhabi. En dit is mijn oude zus voor vandaag. Een beetje donker, maar ik heb mijn 94 label shirt aan, mijn Telfar tasje en mijn New Balance en daaronder heb ik gewoon een spijkerbroekje, maar die zie je bijna niet. Ik ga nu eventjes beneden kijken of we wat eten kunnen halen. Het is iets van bijna 10:30 en we gingen best wel laat slapen. We slapen hier sowieso best wel laat. Er is natuurlijk ook tijdverschil in Nederland, maar we gaan nu naar Abu Dhabi en dan neem ik hier weer mee naar de reis. Lekker. Jij hebt een zalmbroodje. We hebben een Caesar salad en ik heb een uiensoep. Zo lekker. Kijk hoe schattig. Het is ook echt in een broodje. Cute. En we zitten even bij Paul in de mall en we gaan straks. We hebben nog wel even de tijd voordat we naar de race gaan. Het is nu 2:30. Ik denk dat we rond 2 uur eventjes snel wat snacks gaan halen. Zoiets. En dan gaan we richting het circuit. Wil je wat zeggen tegen de vlog? Nee hoor, ik heb niks te zeggen. Hoezo niet? Heb je zin in vandaag? Ja, net wel. Ik ben wel benieuwd. Wie denk jij dat gaat winnen? Max denk ik, of Jacko. Maar hij is Hamilton fan, jongens. Dat wel. Ik ben gewoon voor degene die wint. Ik vind eigenlijk alles wel prima. Ik vind het gewoon leuk dat we er zijn. Maar het zou wel leuk zijn als Perez gaat winnen. Maar ik denk dat Max Max naar pole position toch nu ook. Misschien wint hij wel. We gaan het zien. Guys, we zitten nu op de heel. Oh mijn god, daar vliegt iemand van. Kind rond me van de berg af. We zitten nu op de heel en hier kan je gewoon eigenlijk alle kanten oplopen. Dus wij zitten nu even hier. En dan zitten we hier op een kleedje en heb je daar het scherm en hier de auto's. Maar je kan ook naar de andere kant, daar zijn ook dan nog auto's waar je het kan zien. En het is best wel lekker, want ik dacht dat het heel warm zou zijn en dat je echt in de brandende zon zou zitten. Maar het is, er staat best wel veel wind, dus dat is wel lekker. Heb je nog wat aan toe te voegen? Nee. Dion is niet zo van het vele worden. Hoe vind jij dit weekend tot nu toe? Oh, dit weekend, ja, nou, een half weekje tot nu toe. Ik wil even wat content van jou in de vlog. Waarom? Omdat dat mensen dat leuk vinden. Nee, dat willen ze niet zien. Jawel. Maar wat ik van de week vind, ja, we hebben wel veel gezien. En we hebben lekker gegeten. Ik heb duizenden dezelfde malls gezien bijna. Ja, er zijn echt heel veel malls hier. Maar wel mooi om te zien hoe het hier in Dubai is. Heel schoon, heel mooi allemaal. Dat zeker. En het is nog 40 minuten voordat de race begint. Dus nu gaan we hier gewoon een beetje chillen. Misschien wat eten halen. Hier kan je zo'n ding. Maar ik weet dus niet of ze crepe. Ja, kijk, die man is volgens mij aan het maken. Lekker, crepe. En ik heb net even een foto gemaakt. Die heb ik ook gelijk gepost. En we hebben wat snackjes meegenomen. We hebben hier ook lotuskoekjes, jongens. Ik vind dat echt lekker. Ik heb daar soms echt een. Nou. Ik weet niet meer wat ik zeggen. Oké. Okay. Doei. Doei. Oké, we zitten nu bij 5 bij Boulevard on 1. Even lekker lunchen. Which
Oké, guys. Yummy. Ik heb hier zo zin in. Yummy, yummy, yummy. Eet smakelijk. Oké, jongens zitten nu even te lunchen bij 5. En daarna gaan we naar ons hotel. Gaan we even de spullen pakken en dan gaan we naar Isabel en Bouke. Want we gaan varen met z'n allen, dus dat is wel leuk. En daarna gaan we alweer naar de airport. Hoi jongens. Het is onze laatste dag in Dubai. Kijk, dat is wel... Ik heb nog niet gevlogd. Jawel. Ik kan deze camera het liefst ook om in het water gooien. Hij is zo slecht. Het gaat de hele tijd niet scherp zetten. Dus ja, I know, maar... Maar, kijk, daar zijn ze. We wachten op onze boot. En Pauke is het aan het regelen. Kijk even trouwens hoe mooi dit uitzicht is. Kijk, en we gaan op een van deze boten, ik weet niet welke. Maar... Nee jongens, schiet op! Jongens, het wordt al donker en we kunnen geen foto meer maken. Ja, ik ben aan het vloggen. Het wordt donker en we kunnen geen foto's meer maken anders. Ik heb alle kant op. Kijk hoe mooi, guys. Het wordt echt wel een beetje donker, dat is echt leuk. We varen nu de marina in. We zitten wel op een aardig bootje, hè? Ja. Stop. Kijk hoe leuk. Deze binnenkant van de boot. Sorry, ik ben even aan het vloggen, jongens. Oh, je bent aan het vloggen? Ja. Kan wel op de vlog. Ja, wil je dat? Ja. Lach maar. Oh, Sam, lachen. Helemaal. Oh, helemaal. Hoe spreek je nou je achternaam eigenlijk? Arashar. Arashar. Ja. Nou, Arashar vlog. Arashar. Arashar. Kijk hoe mooi, guys. Oh, dit is zo mooi met al die lichtjes en die gebouwen. Hier ook. Oh. Nou jongens, het is bijna tijd om naar huis te gaan. Ja, we gaan. Bel gaat ook mee, Bouke. Doei! En we gaan nu naar het vliegveld. Bouke brengt ons heel lief. Ga je hier naar de kapper? En dan... Hier heb je een kapper, maar die vragen ze de hering. Vragen om 50 euro. En dan gaan we naar het vliegveld en lekker zuhausen. Ja. Jongens, het is echt tand te koud. We zijn terug in Nederland. En nou op zich wel een snelle vlucht. Ik heb de hele vlucht eigenlijk geslapen en we kregen pancakes als ontbijt. Maar ik was echt te moe om alles te filmen in het vliegtuig. Dus we hebben onze koffers al en nu wachten we op papa, die komt ons ophalen. Maar we stonden net even buiten en het is echt heel erg koud. Dat is even een andere temperatuur, hè? Niet normaal.